Dag lieve kijkers, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Huizen Anno. Ik ben Anne en daar is Billy. Oh, daar is Billy. En daar is Laurie. En Laurie die is ziek. Die hebben we ziek gemeld van school. Die heeft hoge koorts en keelpijn. En ja, dan moet ik wel goed voor mijn kindjes zorgen. Dus ik ben even een fruitje aan het maken met een speciaals erbij. Maar ik weet niet of ze dat wel lekker vinden hoor. Appel, druiven en donut. Heb je je ogen dicht? Ja. Ja, jullie mogen kijken. En de donut. Ja, maar ook de fruit eten, samen doen. Yes. Ik ook. Iets lekkers en een fruitje hebben jullie. Niet zo moppie. Gaat het beetje moppie? Ja. Moet jullie haartjes nog doen en ik wil even een filmpje maken, want opa is jarig. Nee! Gaan we even opa feliciteren? Nee. Ja, maar opa is aan het werk, dus ik weet niet. We kunnen denk ik niet video bellen. Ja, van Billy en die? Van mij. Ja, nou hang maar op. Zo fijn hoor, zo'n hulpje. Eerst doe ik één. Oh ja, eerst één. En we kiezen van Billy. Ah. Ja, doe maar, kan je nog een beetje bij de lijn? Weet je, doe maar deze. Ja. Nou hang je het op. Echt zo fijn die hulp. En dan ben je eigenlijk een beetje ziekjes. En toch ga je mij helpen. Ja. Ik vind het zo lief. Maar jij hoeft alleen de rust te hebben en ik druk. Maar jij moet toch rust hebben? Je bent toch ziek? Nee, ik ben niet ziek. Nou, als ik naar je ogen kijk, denk ik altijd dat ik... Ik zie een beetje dat je dan een beetje ziekjes hebt. Maakt niet uit. Je doet mij goed helpen. Jij hoeft even rust en ik niet. Oh, kan ik lekker rusten? Nice. Dat is een goede deal. Kind kan de was doen. Goedemorgen deze morgen, prinsesjes van me. Nou, hij gaat steeds stil. Ik ga je helpen. Maar wat zijn we aan het maken dan? Helemaal niks. Een mooi kunstwerkje voor opa, hè? Voor zijn verjaardag. Morgen gaat hij het vieren. Hij was gisteren jarig. Meiden zien eruit als een prinsesje. En we gaan even knutselen. Ja. Ik ga je helpen, Billy. Gaat hij goed, Billy? Hij loopt nog steeds. Maar het gaat al vies. Ja, dat is genoeg, Bill. Dat heb je goed gezien. En deze is kleiner. Deze had mama altijd gebouwd. Oh. En zie hier. Het eindresultaat. Gekke opa, fijn dat je verjaardag vindt. Hier een cadeautje. Laurie. En bij Billy moest ik zeggen. Liefste opa van de hele wereld. Een bibberend kusje Billy. Helemaal leuk. Ja, 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 ja. Goed zo. Billy, moet jij er weer in? Goed zo, Bill. Welkom in de chaos. Laurie is er vandoor met vriendinnetje Maud. Maud belde aan en wilde heel graag spelen. Ze woont iets verderop in de straat. Dus die kwam in één keer langs. Superleuk. Dus ze zijn lekker spelen. Maar ze hebben de kinderwagen gepakt en zijn gegaan. En alles ligt nog overhoop. Maar ja, mag toch. Is hartstikke leuk dit. Billy ligt even te slapen. Nomi is door haar rug gegaan. Dat is niet fijn.
Die heeft heel veel pijn. Die ligt met een kruikje op bed. Ik hoop dat dat straks iets beter gaat. En ik heb ondertussen tekening gemaakt van ons hokje. Bijkeuken. Want die willen we natuurlijk met gevelbekleding bekleden. En ik heb even alle afmetingen. En dan gaan we denk ik vandaag naar een zaak om misschien wel te bestellen. Om te kijken wat we willen. En alle spullen nodig hebben. En weet ik het allemaal. Dus ik hoop dat er eindelijk weer het mooi gaat worden. Ik begin met te irriteren aan het hokje. En ik heb wel weer zin om wat te gaan klussen. Ook al voelt het alsof ik nooit de tijd genoeg ervoor heb. Maar ja. Oké. Even de meiden zoeken. Ik moest even op de baby's passen. Ze zijn even de buurman naar huis aan het lopen. Even een stukje met de buurman lopen. En dan moet ik een beetje op die kinderen passen. Daar zijn jullie! We hadden opa gebracht. Ja, jullie hadden de opa, de opa-buurman, weggebracht. Nou, gezellig. Ging goed met de kinderen. Ik heb op de kinderen gepast. Kijk, ik heb mijn ogen dicht. Oh, je moet zeggen, ogen open! Wow! Voor opa! Kijk, opa, fijn dat jullie een verjaardag vieren. Liefste opa van de hele wereld, bibberend kusje, Billy. Ja. Met opa dansen. En dan op. Met mijn vader. We hebben namelijk lekkage, eigenlijk al een tijdje. En dat komt het bij Laurie, de slaapkamer, op het plafond komt het eruit. Maar wij dachten altijd dat het een beetje lag aan de... Als de wind verkeerd stond, dat hij dan ergens onder liep en dan zou daar lekkage komen. Maar nu was het toch wel vaker en we hadden bakjes neergelegd op zolder en één bakje zat vol met water. Dus we zijn het dak op gegaan en we dachten dat het een paar dakpannen hebben we gezien die kapot waren of een scheurtje hadden. Die hebben we vervangen. Hopelijk is dat het. Hopelijk blijft het daarbij. Is het gedaan. En toen was mijn vader lekker op dreef. Hadden we nog een probleem, of dat hebben we al heel lang. Is dat het zo vochtig is onder ons huis. Dus in de kruipruimte is het zo vochtig. Maar we hebben het laten isoleren. Dus op een of andere manier dachten we, dat is snel goed. Toen gingen we kijken naar de ventilatiekanalen langs de gevels. En die waren dus niet open. Dus het heeft gewoon echt al jaren niet kunnen luchten onder ons huis. Dus ik ben benieuwd of dat probleem nu ook een beetje verholpen is. Ondertussen hebben Laurie en Billy vet veel gespeeld. Billy gewoon lekker thuis en toen een keertje bij de familie Smit. Maar ondertussen was iedereen buiten aan het spelen. Het was gewoon heel gezellig. Maar Nomi is heel ziek geworden. Is ziek geworden. Ze voelt zich niet lekker. En we zouden... Oh, moet je nou lachen om mij? Heel ziek, dat lijkt net als een kind. Oh ja. Nou, ze ligt hier als een dood vogeltje. Maar we zouden eigenlijk een leuk spelletjesavond hebben vanavond. Maar dat hebben we toch maar afgezegd. Want mama, ik noem niet... jou dood vogeltje. Ah. Piep, 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 piep. En Billy is echt super lief al. De hele dag mommy knuffelen. Ah, oh, meiden. Zo lief. Maar nu is het bedtijd, schatjes. We gaan naar bed. Maar weet je wat het stomme is? Jij hebt me aangestoken, hè? Echt? Omdat jij ziek was. Aanstoken. Nou, jij was ziek. Ja. En wij hebben geknuffeld. Ik heb bij je geslapen. Ja. En nu heb ik het, dus heb je mij aangestoken. Ja. Dus je hebt mij ziek gemaakt. Oh. Kan je niks aan doen, Moppie? Dat maakt niet uit, hè? Nee, maakt niet uit. Maar zo heet dat. Is liefde. Dus ik kan nu ook Billy aansteken of mama. iPad uit, kom, we gaan naar bed. Thank you.
pakken. Oh, handen ontsnapten bij. Ah, ik ben kapot. Joey, ben jij dood? Nee. Ik ook. Laurie en ik zijn vermoord. Oh, ik snap het spel bijna. Eden heeft ons een spel geleerd. Iets met een moordenaar. En wat betekent die? Dat je gewoon moet weg. Ja, maar wat is de afkorting? Anne. Kijk. We gaan vandaag. Dat moet zo. Woe. Oh, in mijn nood. Oké. Er is een moordenaar, er is een sheriff en een... En we gaan eerst. Oké, maar ik word er heet het vermoord. En ik heb ons leven gered. Oké. Kijk, doe even de rug. Wow, Laurie. Kijk. Laurie is ondertussen met andere dingen bezig. Kijk, je mag wel weglopen als je... En zij ook? Ja. Oké. Wat heb je, Laurie? Ik zie het al. Hoe ben ik weer? Oh, yes. Ik ben al echt al 6 rondes. Ja, maar... Oeh, wie moet je... Mama. Ja, wij zijn dezelfde. Wij zijn dezelfde. Kom. We gaan wegrennen. Voor? Voor wie? Kom. Laurie, ben jij hem? Ja, doe alsof iedereen gaat tikken. Tikken! Nee, ik zie het. Volgens mij is Wim hem. Of... Ik denk dat Wim hem ook is. Nee, man. Maar iedereen hier is de I op de S. Wegrennen, kom. We gaan wegrennen. Wim is hem. Ja. Kom, wegrennen. 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 Ah!